Het is de opdracht voor deze week. Dus deze les kun je zo meteen in werken. En voor volgende week, eind volgende week van de les, moet je deze opdracht inleveren. En eigenlijk gaan we richting de afronding op van deze proftafel. De week na de vakantie, sorry. Ik zeg het verkeerd. Ja, dan heb je daar eigenlijk een week extra voor als je in de vakantie iets doet. Dan zeker. En anders heb je wat stress in de week na de vakantie. Maar goed dat je dat zegt, inderdaad. Dankjewel. Deze video zet ik ook weer op deze instructie zet ik ook weer op It's Learning. Dat als je ermee gaat werken en je weet het toch niet helemaal, dan kun je in ieder geval terugkijken. We gaan eigenlijk richting de afronding van de proftaak. En in deze proftaak hebben we gesproken over succes. Wat is voor jou succes als persoon, maar ook als trainer zijn? En waar ga je naartoe als je trainer gaat zijn? Waar ga je solliciteren? Wat zijn voorbeelden van sporters die eigenlijk in dezelfde lijn als jullie hebben gezeten, gesport, daar een trainer zijn geworden? Wat voor studie hebben ze gedaan? Welke valkuilen zijn ze tegengekomen? Welke hoge pieken hebben ze gehad, maar welke diepe dalen zijn ze ook tegengekomen? En dan gaan we nu eigenlijk dat allemaal projecteren naar jezelf. Dat hebben we al een stukje gedaan met die SWOT-analyse. Dan moest je kritisch naar jezelf kijken waar je goed en waar je slecht in was. En dan moest je ook onderbouwen waarom jij het vond met een voorbeeld waarom je ergens goed of slecht in was. Of iets wat een valkuil was, of iets wat juist een kans was voor jou om eigenlijk jezelf beter te maken. Dat gaan we nu allemaal oppakken, in elkaar prakken en in deze opdracht duwen. Eigenlijk ga je een operationeel plan maken. Oftewel een plan voor jezelf waarmee je aan de slag kan. En ik zeg kan omdat niks moet. Maar je zal merken dat heel veel sporters een plan hebben. Een strategie hebben. En er zijn maar weinig sporters die carrière maken die eigenlijk van dag tot dag leven. Die zijn er niet. Ik kan me voorstellen dat jullie dat nu nog hebben, omdat er ergens wel dingen van jullie verwacht worden, maar misschien ook toch wel weer niet. He, want je hebt nu nog een soort van, nou niet een soort van, je hebt nu een talentenstatus en ben je eigenlijk heel vrij. Ga maar kijken met alle mogelijkheden die je aangeboden krijgt of dat je het kan redden. Of misschien kan je het niet redden en dan is het ook goed. Of misschien kan je een andere keuze maken, dat je liever in de kroeg staat of liever toch een andere sport doet. En dat is allemaal prima, dat is geen enkel probleem. Ja, maar dit plan gaat in ieder geval voor zorgen dat je in de komende weken na gaat denken over, maar als ik het wil, als ik hiermee door wil gaan, en ja, ik wil er eigenlijk gewoon een dikke vette portemonnee mee kunnen vullen en ik wil ervan leven, wat heb ik wel nodig? En ik denk dat veel van jullie daar echt totaal nog geen idee van hebben. Of misschien wel over gedroomd hebben, maar dat het daarbij gebleven is. En als je dan droomde, dan stond er waarschijnlijk een groot huis met een mooi hek eromheen, een mooie auto ervoor. En bij de heren stond daar een mooie dame voor. En bij de dames was er dan een mooie man die daar ook bij stond. En dat was het. En er was iemand die je eten maakte, en er was iemand die je bed op maakte. Dat zijn de droom. Ja? Nou, wat is de bedoeling? En je mag meelezen. En het is in ieder geval handig dat je niet steeds er een heel verhaal van bouwt. De bedoeling van deze opdracht is dat je na gaat denken over jouw toekomst. Jouw eigen toekomst. Wat doe jij over 5 jaar en hoe verdien je je geld? En misschien kom je wel tot de conclusie. En ik denk dat als ik veel oud-studenten van het Johan Cruijff College vraag van 5 jaar geleden. Of na 5 jaar nadat ze hier weg zijn gegaan. Wat doe je nu nog met de sport? Ik denk dat het er niet zoveel meer zijn. Ik denk dat als we op 15-20% van onze oud-studenten die nog steeds op niveau sporten, als we dat halen, dan denk ik dat ik heel blij ben. En ik zie namelijk ook is dat die andere 80% eigenlijk door is gaan studeren. En eigenlijk misschien nog wel sport. Nog steeds sport doen die ze deden. Maar dat het allemaal wel oké is. Dat het recreatief is. En dat ze ondertussen een leuke baan hebben gevonden waar ze eigenlijk ook heel blij van zijn geworden. Hè, maar we gaan dus kijken, wat doe je over 5 jaar? Hoe ziet jouw succes eruit? En die toekomst ga je dus beschrijven in een operationeel plan. Maar eerst ga je onderzoeken welke kwaliteiten een goede coach moet hebben. Nou, wat ga je doen? Deze stap ga je in ieder geval maken. Onderzoek in jouw tak van sport de achtergrond van 2 coaches. Nou, dat heb je al gedaan, dus die informatie kun je vaak al bij elkaar schrapen. Wat hebben ze gestudeerd? Zijn ze na hun sportcarrière gelijk coach geworden of pas later? Waren ze misschien eerst zelf nog sporter? Waarom zijn ze gaan coachen? Is het gemakzuchtigheid of uit overtuiging? Kunnen ze van het coachen leven of hebben ze nog een baantje bij?
Nou, er staan een aantal sites die je kan bezoeken van sportspeakers, sportevenementenbureaus, sportmarketingbureaus, want daar gaan vaak sporters naartoe. Er zijn heel veel sporters die lezingen geven bij bedrijven. En je kan ook nog de vragen beantwoorden, wat doen sporters en coaches allemaal om geld te verdienen, behalve coachen, en welke eigenschappen heeft een goede coach? Nou, vervolgens gaan we een operationeel plan maken. Een toekomstplan voor de komende 5 jaar, hoe jouw carrièrepad eruit gaat zien. Je maakt een plan A en een plan B. En een plan A wil zeggen inclusief topsport. En plan B wil zeggen, oké, dat sport dat is er niet meer. Wat wordt dan mijn plan B? En ik denk dat jullie allemaal willen gaan voor dit plan A. Of zeg je dat verkeerd? Iedereen gaat voor een plan A? En misschien ga je noodgedwongen voor een plan B. Nou, je hebt daar dus een aantal weken om aan te werken. En hoe ziet dat eruit? Nou, in de inleiding stel jezelf voor. Je beschrijft de situatie waarin je nu zit qua sport en qua studie. Waar ben je naar op zoek en wat heb je onderzocht? Oftewel, wat is de status tot nu toe? Plak er een foto bij, misschien een foto van jou van de sport. Bouw dat maar eens uit. Je kan dit in 3 regels zeggen, maar dan is de beoordeling ook wat minder. Als je hier ook daadwerkelijk jezelf voorstelt en de situatie beschrijft waarin je nu zit en dat ook nog uitlegt, dan ben je aan het beschrijven. Ik doe een studie hier, ik doe een sport daar, dat kost me zoveel uren en ik merk dat het lastig is om dat te combineren. En ik wil graag trainer worden in mijn sport, maar ik heb ergens ook al het idee dat ik misschien fysiotherapeut wil worden, omdat ik, weet je, dat is beschrijven waarin je staat. Vervolgens ga je analyseren van het onderwerp. Dus je gaat die SWOT die je gedaan hebt, die ga je oppakken en die ga je weer gebruiken. Nou, hiervoor gebruik je de eerder gemaakte SWOT. Je had daarin een aantal sterke punten, je had een aantal zwakke punten, je had een aantal uitdagingen en je had een aantal bedreigingen, valkuilen. Wat ga je doen? Je zet een sterk punt erin. Wat is de uitdaging van dit sterke punt? Dus bijvoorbeeld, een sterk punt voor mij is presenteren. Ik heb geen probleem om voor een groep te staan, of dat jullie nou zijn, of je ouders, of jij en je ouders, of dat die nou 30 man zitten of 3000 man, het zal mij echt mijn reet roesten. Ik heb er geen problemen mee. Ik word er niet zenuwachtig van. Mijn hartslag gaat niet omhoog, niks aan de hand. Maar wat zou mijn uitdaging zijn, is dat veel presentaties doen en nog veel beter worden. Ik kan nog steeds verbeteren. Of ik kan ze interessanter maken. Of ik kan meer gebruik maken van veel materiaal. Of weet ik veel wat. Nou, wat is de investering? Dat zou mijn investering zijn dat ik op zoek ga naar ondersteunend materiaal in video's, zodat mijn presentaties nog beter worden. En wat is mijn doel? Mijn doel zou dan zijn presentaties geven die, waar ik niet alleen aan in het woord ben, maar waar ik ook videomateriaal laat zien of dat ik mensen opdrachten kan geven, zodat het nog interessanter kan zijn. Ja? Yeah? Nou, dat kun je ook met een zwak punt doen. Die kun je eruit halen. Datzelfde ga je doen, zodat je dat kan onderbouwen. Vervolgens, in stap 3, ga je doelstellingen maken. Oftewel, ik ga een doel stellen. Wat wil je over 5 jaar bereikt hebben? Wat is je doel? Gebruik hiervoor de doelen uit je SWOT en formuleer ze smart. Dat wil zeggen, je gaat je sterke en je zwakte punten, die ga je eens oppakken. Je gaat een doel stellen. Oké, maar dit wil ik gaan bereiken. Hier wil ik voor gaan zorgen. En dat ga je smart neerzetten. Je moet niet zeggen, ik wil kampioen worden. Want dat is niet smart. Smart doel wil zeggen dat het een aantal eisen heeft. En die staan hier. Dat wil zeggen dat die specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realiseerbaar en tijdsgebonden moet zijn. Dus ik wil niet zeggen, ik wil kampioen worden. Nee. Ik wil binnen de mountainbike discipline in de leeftijdscategorie 30 tot 39 jaar in het seizoen 2018-2019 Nederlands kampioen worden op het onderdeel marathon in Groesbeek. Nou heb ik hem smart gemaakt. Want nu is er eigenlijk geen spel meer tussen te krijgen dat jij aan mij zegt van, maar hoe zit dat dan? En wanneer dan? Ja, dus ik heb alles erin gezet. Ik heb het een plaats, een tijd, een discipline. Ik heb er alles aan gekoppeld. Ja? Maar aan de andere kant, als ik een ander doel zou moeten stellen, zou ik ook moeten zeggen, ik wil op het is vandaag 11 oktober 2018, wil ik voor 5 uur 's avonds
wil ik 16 boterhammen, 4 plakken kaas, 2 liter water en 4 snoepjes hebben gegeten, zonder daarvan buikpijn te krijgen. Nou, heb je ook een doelstelling. En dus eigenlijk is die onwijs smart. En waarom? Er staat precies in wanneer ik wat bereikt wil hebben. En ja, als ik dan ga eten, dan ben ik er morgen niet geheid dat ik op zijn kop lig. Dan ga ik niet redden. Ik ga mijn lijf niet trekken. Ja? Dus dat is het specifiek maken van een doel. Dus zeg niet, ik wil de 100 meter zwemmen in 12,5 seconden. Ik noem maar iets geks. Ik weet dat het helemaal niet realiseerbaar is. Nee, ik wil de 100 meter vlinderslag op een korte baan zwemmen binnen de tijd van 12,5 seconden voor december 2019. Dan heb je een doel weer smart gemaakt. Ja? Je moet niet zeggen, ik wil een handstand kunnen maken. Nee, ik wil een technisch goed uitgevoerde handstand volgens de regels van de Koninklijke Nederlandse Turnbond uitvoeren op het NK georganiseerd in februari 2019. Dan wil ik hem uit kunnen voeren. Dan heb je hem smart gemaakt. Is dat makkelijk? Nee. Moet je er dan langer over nadenken? Ja. Maar is het ineens een stuk duidelijker wat je doel is? Ja. Want je hebt er ineens een tijd aangegeven wanneer je het gedaan moet hebben. En als je een doel hebt gesteld die specifiek is, oftewel ik wil in april van 2019 wil ik Nederlands kampioen worden, dan weet ik ineens, verdorie, oké, maar nu weet ik wat ik moet gaan doen. En als ik het over 5 jaar moet gaan doen, hè, want nu heb ik hem voor daar, maar als ik hem voor over 5 jaar moet gaan doen, dan ziet dat er anders uit. En ja, ik heb hier willekeurige datums ingevuld, dan misschien dat je terug kan werken. En anders vraag je hier 2018, 2019, die datums mag je veranderen. Wat ga je doen? 5-jaren plan. Ik heb een smart doel gesteld voor mezelf. Vul in percentages in hoeveel tijd je echt per schooljaar aan gaat spenderen. Percentage. Ik wil dus geen uren horen. Ja? Maar een heel schooljaar is 100%. Hoeveel van dit schooljaar ga jij spenderen aan sport? Hoeveel van dit schooljaar ga je spenderen aan studie, aan werk, aan social media? En dat is niet alleen maar aan je Facebook checken, maar daar ook echt iets aan doen. Of aan netwerken. Juist, Jamie, dat klopt precies goed wat je zegt. Social media is niet alleen maar om te kijken wat anderen doen, maar anderen te laten lezen wat jij doet. En het zal je verbazen wat je kan bereiken op het moment dat je je eigen... Ik heb 2 jaar geleden met de nu derdejaars een social media pagina op laten zetten als atleet zijnde. En niet als persoon waar bikinifoto's op staan van op het strand van het Korfu toen ik op vakantie was. Maar echt van sporters. En vervolgens gezegd, oké, we gaan sponsors zoeken. En er was er niet één... Er was er niet één die geen sponsor heeft gevonden. En de één kreeg gewoon een zak met geld. En de ander kreeg sportmateriaal. Dus op het moment dat jij een plan wil gaan schrijven om iets te bereiken, dan zul je na moeten denken over je social media. Ga ik een andere pagina maken? En ga ik daar iedereen op toelaten? En ga ik een netwerk maken van mensen die mij kunnen helpen? En het zal je verbazen. Als jij nu een vraag hebt en je legt deze in de klas neer, hoeveel mensen jou kunnen helpen? Ja? Als voorbeeld, ik heb gisteren een cursus gehad, daarom waren jullie vrij. En ik heb daar een spel gedaan met die mensen, die heb ik daar gedaan met hun. En ik heb gezegd, ga allemaal, schrijf eens op een briefje, op een geeltje, iets wat je op dit moment nodig hebt. Ik heb erop gezet dat ik een monteur nodig heb om mijn 18 jaar oude Volvo een reparatie uit te voeren die ik zelf niet kan doen, maar ik heb geen zin om mee naar de garage te gaan. Nee, ik heb dat gevraagd, ik heb dat neergelegd. Dit weekend komt iemand gratis en kan niks mijn auto maken. Als ik het niet had gevraagd, had ik naar de Volvo garage moeten. Ik heb die vraag neergelegd en van het weekend wordt die gemaakt. Niks aan de hand. Ja? En ik heb daar gekke vragen gezien. Er was iemand die vroeg, ik moet een Superman kostuum hebben, maar die is niet in mijn maat. Ik zoek eigenlijk iemand die hem kan maken. En hij heeft het geregeld. Want iemand zegt, joh, mijn neef, die werkt bij zo'n modeatelier, die kan er wel maken voor je. Ja? Dus dat netwerk en die social media zijn onwijs belangrijk. Leuk dat je overal uren en uren in stopt, maar dat heb je nodig. Wat ga je doen? Welk percentage? Nou, waarschijnlijk is sport heel groot.
En zal studie al een stuk kleiner zijn. En zal werken. Wie van jullie werken er? Wie van jullie werken er meer dan 10 uur per week? Pop, 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 pop. Zie je, dat wordt al steeds minder. Wie van jullie hebben er een social media pagina als atleet zijnde? En niet als, hé, hier ben ik en dit zijn mijn foto's van mij in de kroeg op vakantie. Zie je, niemand. Dus dat is al vrij nul. En wie van jullie netwerkt er? Wie van jullie is er actief bezig om ervoor te zorgen dat er mensen in jouw omgeving jou gaan helpen? Hé, hey, kun jij mij helpen? Hé, hey, hoe is het met jou? Kan ik iets voor jou? Dan doe jij iets voor mij. Eentje. Nou, de rest vult daar dus al nul in. Goed, nog eentje. Twee, drie. Zie je? Daar zul je tijd in moeten spenderen. Nou, wat je vervolgens doet is, is dat je gaat kijken hoe jij je doel gaat bereiken. Ga je social media gebruiken? Ga je je netwerk gebruiken? Ga je studie gebruiken? Ga je trainingen beschrijven? Ik weet niet wat jouw doel is. Misschien heb je het echt alleen maar op prestatie gericht. Maar misschien heb je er al hier heel iets anders in gezet. Dat kan ik niet voor jou beslissen. En als laatste ga je eens kijken over hoe het zit met de briefjes. Wat heb je nodig? Ja? Hoeveel geld denk je nodig te hebben en hoe ga je aan dat geld komen? Oftewel, hoeveel geld ga jij kwijt zijn of ga jij nodig hebben voor je sport? Wie van jullie betaalt nu alles van zijn eigen sport? Maar dan ook echt alles? Niemand. Weet je, dus er zijn momenten dat je ouders allemaal hun bakjes moeten houden en op moeten zouten. Maar je houdt wel je hand op het moment dat er een nieuw trainingspakje moet komen. Nieuwe schoenen, nieuwe schaatsen, nieuwe bal, nieuwe beschermers. Dan is het ineens van, hé, hey, doe maar even €50. Dan wel. Ja? Dus, voor je sport. Wie brengt jullie naar de sport? Wie heeft die auto betaald? Ja, precies. Wie betaalt jullie studie? Ja, hè? Goed zo. Alles wat je verdient, wat mag je daarmee doen? In je eigen zak steken, hè? Nee. Nee? Aan wie geef jij het dan? Mijn ouders. Geef je alles aan je ouders? Nou, de laatste tijd wel, ja. Waarom? Omdat ik gewoon te duur ben. Nou, maar is dat logisch? Ja, dat vind ik best wel logisch. Ja, nou, ik vind het ook logisch. Ik vind het ook logisch. Op een gegeven moment ging ik zelf werken en toen woonde ik nog thuis. En toen zeiden mijn ouders, weet je wat, Iroy, leuk dat je zoveel verdient per maand. Maar wij willen eigenlijk wel een soort van vergoeding daarvoor. Ja, en toen maakte ik per maand €250 naar mijn ouders over. En dat was prima, want ik verdiende €2.500 per maand. Dus ik vond die €250 voor een maand lang wonen, eten en mijn was gedaan hebben, vond ik geen geld. Ik denk, dat is het goedkoopste wat ik kan hebben. Maar ook, hoeveel geld denk je nodig te hebben van sponsoren? Want, hoe zit dat? Kunnen die mij geld geven? Jazeker, of gaan ze mijn materiaal leveren? Lastige vragen. Is dat ook in procent of is dat wel in getallen? Wat zei je? Is dat in getallen of in procent? Dat gaat in keiharde euro's. Hè, dus wat ga jij, hoeveel geld denk je in te laten komen met je sport? En hier heb je dus in sport, als het gaat om inkomsten, prijzengeld. Wie verdient er prijzengeld? Van keiharde euro's. Wie verdient er een shampootje, een body lotion en een bierpakket als ze winnen? Gelukkig niemand, want die zijn geen euro's. Ook, ja, ook hè. Is dat per persoon of qua team? Ik zou zeggen per persoon. Want de team, dat zal me mijn reet roesten. Als jij volgend jaar gevraagd wordt bij een team in Duitsland, dan zeg je ook niet, ik kom alleen als mijn hele team mee mag. Dus het gaat erom wat jij als inkomsten hebt uit jouw sport. Nou, uit je studie komen niet zo heel veel inkomsten. Uit je werk wel. En uit sponsoren misschien ook nog niet zoveel. En vervolgens ga je kijken in de tabel uitgaven. Wat kost nou mijn sport? Nou ja, bij heel veel van jullie 0,0. Maar hoe is dat over 4 jaar? Zeg je ouders dan nog steeds, als jullie 20 zijn, hier heb je geld, hier heb je benzine geld, kom maar, ik draai je wel mee. Nee, dan zeggen je ouders waarschijnlijk iets anders. Hè? Hoeveel uitgaven heb je aan de studie? Betalen dan je ouders nog steeds je studie? Of heb je nu afgesproken dat Johan Cruijff dat betaalt, betalen wij. Als je doorgaat studeren, dan gaan we daar nog wel eens even serieus naar kijken. En hoe zit het aan uitgaven in werk? Nou, dat zul je niet zo heel veel hebben, denk ik. Ik denk niet, nou goed, sommige mensen moeten voor hun werk moeten ook gewoon dingen kopen, dingen aanschaffen. Maar die kans is wat klein. Wat zei je? Jij betaalt helemaal niks. Nou, vet toch? Maar hoe is dat? Want we leven nu hier en je moet het voor 5 jaar doen. Hè? Dus dat is
1, 2, 3, 4, 5. Dus in 2023. Hoe oud ben je dan? Hoe oud ben je in 2023? 22. Wat zeg je ouders dan? Ja, dus ik zal als het goed is, in die tabel ga ik een verandering dan zien, denk ik. Want ik denk dat jij in 2023, als jij 22 bent, echt wel inkomsten van werk gaat hebben. En dat jij, heb jij nu een bijbaantje? Dat je die nu dan echt wel gaat hebben in 2023. En ik hoop dan dat je op je 22e niet meer bij de Jumbo werkt, of bij de Albert Heijn, of bij weet ik veel wat. Maar dat je dan een baantje hebt wat ook echt geld op gaat leveren. Yes? Lastig, dit verhaal, maar begin bij het begin. Bouw het langzaam op. Dus ga gewoon, open dit document en ga gewoon eens van tevoren aan de slag. En je mag voor mij starten hier. Opdracht, maak een operationeel plan. Daar mag je van mij gaan beginnen. Dus je gaat hier aan de slag.